Goedemiddag. Ik vind het fijn dat jullie er allemaal nog zijn en dat ik jullie iets mag laten zien over het werk wat ik in Guinea mag doen en wat ik ook deels met de vrouwen samen mag doen. Het is vrijdagmorgen. De erfjes zijn aangeveegd en het werk rondom het huis is gedaan. De vrouwen hoeven niet naar het land of naar de steenfabriek en daarom zijn ze hier. De vrijdag is voor de mensen van onze stam de belangrijkste dag van de week. Het is de gebedsdag en daarom ook een rustdag voor de Mokofin-vrouwen. Het is een dag van ontmoeting. Voor mijn huis staat een hut met een grasdak. Het is de koffiehut. Van harte welkom bij de Vrijdagse Vrouwengroep. Mariama, Adema, Hanatu, Jalika en Jebu en de andere vrouwen zijn er al. Deze groep vrouwen komt al zo'n 10 jaar bij elkaar op vrijdagmorgen. Het zijn vrouwen uit Garama die graag iets willen leren. Met het bezoek van de deputaten afgelopen november zijn er kulumis meegekomen. Dat is dat kleine gele apparaatje wat u ziet. De vrouwen hebben er allemaal één gekregen. Het is een prachtig apparaatje. Daarover later meer. We gaan naar Hanatu. Hanatu is de vrouw van de stichter, van de fondateur van de klas. Vrouwen moeten getrouwd zijn en hun man moet het ermee eens zijn dat ze bij mij komen en dat ze door mij worden onderwezen. Omdat ze ook verhalen te horen krijgen uit de Taureta en uit de Injil. Hun mannen zijn het ze mee eens, maar de man van deze Hanatu zei: het is heel erg goed dat zij de verhalen horen uit de boeken van Mozes en uit de Evangeliën. Want die bevatten veel waardevolle lessen. Voorafgaand aan de hygiënelessen hebben ze kennis gemaakt met het woord. Met Genesis 1, 2 en 3. Dat heeft hen zo te pakken gekregen dat Hanatu na een paar hygiënelessen zei: Fanny, ik heb het wel niet met de andere vrouwen overlegd. En ze vroeg bijna vergeving aan de andere vrouwen. Ik heb het er met niemand over gehad, maar deze lessen, die hygiënelessen, zijn wel heel belangrijk. Maar die andere lessen uit het Heilige Boek, die verhalen, die wil ik graag meer horen. Nu leren de vrouwen de verhalen over de Heer Jezus. Hij wordt wel genoemd in hun Heilige Boek, maar er wordt weinig over hem verteld. Er wordt niet verteld wie hij is, er wordt niet verteld wat hij heeft gedaan. Maar hem, de Heere Jezus, de zaligmaker, het enige offer dat naar deze wereld is gekomen, hem wil ik bekendmaken. Onbekend maakt onbemind, zegt immers het spreekwoord. Ze mogen nu horen wat Jezus heeft gedaan, wat hij heeft gezegd. Zo mag ik liefde proberen te zaaien. Onderwijs de moeders en je hebt de kinderen. Moeders zijn de doorgevers in de levens van kinderen. Dit kind, zij hoorde verhalen of van haar moeder of via haar moeders kulumi. Hoe leren de vrouwen de verhalen? Door te luisteren, te herhalen, door het op te zeggen, door elkaar te helpen. Kijk, zo doet deze vrouw dat. Dit verhaal gaat over de weduwe en de onrechtvaardige rechter. Het is zo'n herkenbaar verhaal voor de vrouwen. Want ook zij hebben te maken met onrechtvaardige rechters.
Als je geld genoeg hebt, krijg je wel gedaan wat je gedaan wilt hebben. En als je een weduwe bent en je bent alleen, dan ben je net als de weduwe in deze gelijkenis. Deze vrouw is een van de twee leerlingen die tegelijkertijd ook lerares zijn. Bijna alle vrouwen in de groep leren het gemakkelijkst in de groep. Deze vrouwen hebben nooit leren lezen of schrijven en kunnen geen huiswerk maken. Daarom is het uit het hoofd leren zo belangrijk. Voor deze vrouwen betekent dat herhaling, herhaling en nog eens herhaling. Jebu, de vrouw in het roze t-shirt, is nog wel eens afwezig, waardoor Adama wat meer op de voorgrond is gekomen. Zij leert ook gemakkelijk en is ook conscientieus. Bij het introductiefilmpje hebt u die kulumi al gezien, dat kleine gele apparaatje. Het lijkt op een ouderwets mobieltje voor hier. Maar op de kulumi kan allerlei audiomateriaal gezet worden, dus de Bijbel. Maar ook de verhalen die zij hebben geleerd en die Adama inspreekt, zodat de andere vrouwen het ook weer kunnen horen en gemakkelijk kunnen leren. Want dat is veel meer in de eigen spreektaal. Adama is aan het werk. Zij leert het verhaal uit het hoofd. Zij krijgt dus de Bijbeltekst mee in het Mokofin, maar ook in het Susu, zodat zij zelf haar eigen woorden aan het verhaal kan geven, zo zij het gemakkelijk door kan geven aan de anderen. En de andere vrouwen het ook weer makkelijker kunnen onthouden. Het blijft zo dicht mogelijk bij Gods woord. Op deze manier is het gemakkelijk, want ze hebben echt nooit leren lezen of schrijven. Dit is hun huiswerkboekje of een huiswerkschriftje. De kulumi is een evangelist. Waarom, zult u zeggen? Luister maar wat de vrouwen zeggen. Adama zegt: 's Avonds schuift mijn zoon regelmatig bij mij om naar de kulumi te luisteren. Op een onbewaakt ogenblik zie ik dat haar man, die ook een werker bij ons is, luistert naar deze verhalen. Een andere vrouw vertelt: 'Echt waar, Fanny, ik was mijn kulumi kwijt. Maar wat blijkt, mijn schoondochter heeft het meegenomen toen ze naar huis ging.' Weer een ander zegt: 'Op de steenfabriek, als ik naar het apparaatje luister, komen de mensen langs. En de een zegt: "Wat ben jij nou aan het luisteren?" En de ander zegt: "Wat mooi, waar komt dat vandaan?" Het is net als in de Bijbel. Het onderwijs van de Heer Jezus roept tweeërlei reactie op. Of mensen worden erdoor aangetrokken, of het roept afweer op. De vrouwen zijn niet alleen leerlingen, maar ook helpers. En ben ik hun leerling. Wanneer ik pakketten van Days for Girls heb gekregen, helpen de vrouwen bij het uitdelen daarvan in de verschillende dorpen. Days for Girls zijn vooral bedoeld voor meisjes die naar school gaan. Het zijn speciale momenten waarop de meisjes in het middelpunt staan. Alles draait om hen, om vrouw worden. Ze krijgen een maandverbandpakket dat, als je er behoedzaam mee omgaat, wel 2 jaar mee kan gaan. Zo hoeft een menstruatie geen reden te zijn om te verzuimen van school. Vooraf instrueer ik de vrouwen bij mij thuis. Samen met Julie, een Australische dame van wie ik de pakketten krijg, oefenen we hoe dit in zijn werk gaat. We doen het voor, zodat zij weten hoe het werkt. We gaan samen op pad om voorlichting te geven. Ik leg uit hoe de menstruatiecyclus werkt. De vrouwen leren aan de meisjes hoe belangrijk het is om jezelf schoon te houden. En hoe om te gaan met dat pakket wat ze hebben gekregen. Soms is er op deze dagen ineens gelegenheid om te spreken, om iets te bespreken over vrouwenbesnijdenis. Een gevoelig onderwerp, wat ik heel voorzichtig aan het loswrikken ben, beetje bij beetje. Dan bij die en dan bij gene. Ik heb een Chinese moeder. Aan die Chinese moeder is door 2 mannen van de jeugdraad gevraagd of zij mij kon helpen bij de voorlichting hierover. Zij heeft dan geantwoord: "Dat kan ik niet doen, want dan zeggen ze dat ik een afvallige ben." Kijk, dit is ze.
kan beter zeggen, zo was ze. Want ze heeft een herseninfarct gehad en is nu een oude vrouw die dement aan het worden is. Als ik haar bezoek, vraag ik me telkens af, zou het gestrooide zaad in haar hartwortel hebben gekregen? Gaat u mee naar Massimoja? We zijn hier in het dorp Massimoja. In dit dorp heb ik een belangrijk deel van mijn taalstudie gevolgd. Destijds heb ik daar een aantal voorstellen gekregen waar ik me, op zijn zachtst gezegd, ongemakkelijk bij voelde. Maar zo is het leven. Overspel hoort bij het dagelijks leven. Maar met zo'n sessie van Days for Girls mag ik spreken over maagdelijkheid en jezelf rein bewaren. Dat doe je in de eerste plaats omdat God het wil. Maar daarnaast, het geeft je zelfrespect en je eert je ouders. Je respecteert je aanstaande man om je voor hem te bewaren. Toen ik dat zei in dit dorp, hoorde ik de oude vrouwen die om de groep jonge vrouwen zaten, besmuikt gniffelen en zeggen, Fanny. Tegelijkertijd ben ik blij dat ik dit weer mag mogen zeggen. Mijn vrouwen hebben het onderwerp van zelfverdediging voorgedaan door middel van een rollenspel. U ziet ze in het midden. Ik wil u ook nog voorstellen aan Aisha. Aisha, een ruwe bolster met een blanke plit. Ze is een prachtmens. Heerlijk eerlijk. Ze is degene die mijn ogen opende voor vrucht op het werk. Zij en ook Hannatoe, de eerste vrouw die u heeft ontmoet in deze serie, geven zo duidelijk aan dat het onderwijs iets doet van binnen. Ik hoop dat dat zo is. Het kan niet anders of het moet van hem zijn. In de groep heb ik nooit de directe relatie gelegd tussen ons gedrag en de zondeval. Ze hebben wel Genesis 1, 2 en 3 gehoord en geleerd. Ze hebben dat gezien, eenvoudigweg door Genesis 1. Zeer goed is alles geschapen, alles gekregen om over te heersen en toen geluisterd naar de slang. Dat heeft alles op zijn kop gezet. Dat onderwijs is voor Aisha het eerste teken geweest om te stoppen met lelijk doen tegen anderen. Om te stoppen met wraak te nemen wanneer anderen niet aardig tegen haar deden. Omdat ze is gaan zien dat de lelijkheid uit haar eigen hart voorkomt, zegt ze nu, Sitte, ik zeg niet dat het goed is, maar ik doe het niet meer. Ik wil het niet meer. Het boekje Jacobus is afgelopen jaar uitgegeven. Ik heb het voorgelezen aan de vrouwen. Wat was dat een genoegen. Wat heb ik genoten? De vrouwen zeiden, Fanny, jij zegt één woord. Maar dat ene woord baart bij ons 100 gedachten. Het vertelt ons de dingen van de mensen, wat er in onze harten omgaat. 'S middags wandel ik door het dorp en kom zo terecht bij de oude vrouw. Tegenover haar woont Aisha, die getrouwd is met haar zoon. Van jongs af aan heeft de Moppenvinggemeenschap haar helderziende gaven toegeschreven. Vandaar haar naam, helderziende. Maar dat is ze niet meer. Zo wil ze niet meer genoemd worden. Ze wil graag voorgelezen worden uit het heilige boek. Mijn tijd en energie is beperkt. Daarom stimuleer ik de vrouwen om het geleerde door te geven. Aan hun kinderen en aan de mensen om hen heen. Ik lees daarvoor uit Jacobus, waarop zich een heel gesprek ontspint tussen schoonmoeder en schoondochter. Bijna onopgemerkt zijn de vrouwen zelf ook evangelist geworden. Het gaat over het onderscheid maken tussen een rijke en iemand die in vuile klederen komt. De schoondochter legt aan haar schoonmoeder uit wat het betekent. U zult me vragen, zijn ze bekeerd dan? Geloven ze in Jezus? Ik blijf u het antwoord schuldig, maar één ding weet ik wel. De Heere weet het en zij zullen komen, omdat hij het heeft beloofd en hij kan niet liegen. En ik heb eenvoudig te gehoorzamen. Ik mag strooien. Hij zelf geeft de opwas. Wanneer en hoe? Hij weet het. Bidt u mee om een grote oogst? Een grote oogst onder de volken? Een grote oogst onder de Mokkenvien?
voor nu. Dank u wel.